hier ben jij. Hier ben ik weer even met een vlog. Zoals ze dat zo mooi noemen. Ik heb jullie eigenlijk heel veel te vertellen over mijzelf. Nu ga ik dat even in het kort doen, want ik wil niet al te veel vertellen over mijzelf. Je kunt ook heel veel lezen op mijn eigen website www.eaglestarwoman.com. Daar staat ook een volledige beschrijving over wie ik ben, wat ik kan, wat mijn skills zijn. Ik heb van kinds af aan dat ik veel dingen heb mogen ervaren. Heel veel mensen zien dat als een last. Ik zie dat als een lust. Ik heb dat ook gezien als dus ervaringen opdoen, wat soms best wel heel vervelend is geweest. Maar voor mij is het toch heel belangrijk geweest, want daarmee kan ik jullie nu heel goed helpen. Hoop ik tenminste. Daar ga ik wel van uit. En wat ik hiermee doe is dus ook korte consultjes geven van bijvoorbeeld een half uur. Waardoor dus ik nu een snekerweekje heb geïntroduceerd. Dat heb ik in mijn eerste video's al uitgelegd. Je kunt je hiervoor opgeven in een privébericht. Je mag me ook mailen via de website. Kun je een formulier invullen. En dan geef je op voor maandag 26, dinsdag 27 of woensdag 28. Vanaf 's middags half 2 tot 's avonds een uur of 10. En dan kun je dus aangeven welke tijden jij kunt. Lukt het nou niet in dit snekerweekje? Geen probleem. Geef het gewoon door dat je deze tijden niet kunt. Dan geef je gewoon een andere tijd op. En dan ga ik kijken wat past in mijn agenda. En dan kom je een andere tijdstip. Doe het wel snel, want het loopt vol. Er zijn al verschillende mensen die zich nu opgegeven hebben. Dus geef je nu dan ook snel op, voordat de teleurstelling daar is. Ik doe ook een Reiki. Reiki ben ik mee begonnen op een gegeven moment dat ik dacht van nou, ik moet wat doen met de energie die uit mijn handen stroomt. Ik begreep dat niet zo goed. Ik heb dat toen gedaan bij mijn zus Yvonne. Die was op dat moment Reiki master en die kon het doorgeven. Ik heb er heel veel aan gehad. Ik ben haar ook zeer dankbaar. Ik heb alleen mijn master degree nu gehaald bij Tineke Urk in Assen. Ook een hele lieve schat. Dus ik mag het nu zelf doen. Ik geef ook oefenavonden hierin. Wat overigens nog niet op mijn website staat. Wat wel gaat komen. Want ik heb het druk gehad de laatste tijd. Dus het moet echt even. Ik moet het allemaal zelf doen als ZZP'er. Dus ja, dan heb je druk in sommige gevalletjes. Waarbij dus ook consulten tussendoor komen en dergelijke. En zoals vanochtend de meditatie die ik geef. Dit is totaal begeleid. Ik begeleid jullie er helemaal doorheen. Meditatie doe ik gratis. Voor de mensen die hier heel veel belang bij hebben. Die dit fijn vinden om even weer een rustpunt te hebben. En nou, dat voelt gewoon lekker. Vanmorgen een klein groepje gehad. Gezellig even. Ze gingen voldaan weer heerlijk naar huis. En ja, ik zou zeggen, probeer het gewoon. Hier in Sneek, bij mij in de praktijk. Gezellig. Koffie en thee vraag ik een bijdrage voor. En verder voor de rest mag je ook een vrije bijdrage geven in de vrije giftenpot. Deze pot wordt dan op een gegeven moment, wanneer die echt vol zit, geleegd. Waarvan de helft dan op dat moment naar Stichting Veron gaat. Dat vind ik een heel belangrijke stichting. Kijk ook even op hun stichting website. Je schrijft Veron dus met PH. En het is dan PHERON. En dan stichtingen voor en dan .nl. En als je dan hun even opzoekt, dan lees je precies wat zij doen en waarvoor het is. Nou goed, dit was dan even een kort bericht. Wat ik doe en waar ik mee bezig ben. Ik doe ook de opleiding voor mediumschap. Wat ik zelf heel belangrijk vind. Natuurlijk heb ik alle skills in huis. Maar ook ik weet nog lang niet alles en hoe alles werkt. Ik heb wel eens geroepen van, nou ja, ik weet het zo ook wel. Maar ik ben toch achtergekomen dat het mij wel helpt om toch een opleiding ervoor te doen. Want er is nog echt zoveel meer dan wat ik nog wat ik eigenlijk al deed. Dus Christel en Johan uit Lelystad, daar ga ik naartoe. En die willen ook hier de opleiding gegeven in mijn praktijk. Ik heb de ruimte daarvoor.
En ik heb het dus ook aangeboden van kom het lekker hier geven voor de mensen in de omgeving van Sneek of Friesland waar ze vandaan komen. Natuurlijk, als je uit Lelystad zelf komt en je kan niet op een van de dagen die ze daar geven, dan kan je altijd naar Sneek komen. Het is maar een kort uurtje, nog niet eens. Het is geen uur rijden naar Sneek toe. Dus dat is echt te doen. Als je gaat mailen of mij berichten, dan ga ik dat doorgeven aan Christel en Johan zelf, dat zij dus hier naartoe kunnen komen. Het kan ook zo zijn dat je zegt van ja, nou ja, kort dag hoor, ik weet niet wat ik wil eigenlijk. Ik kan ook met hun gaan afspreken dat ze eventueel een soort van snuffeluren gaan geven. Dus dan doen ze dat op een middag of een avond. En dan komen ze ook langs, zodat je kunt snuffelen aan het feit wat je dan eventueel, waar je dan les in krijgt en waar je goed in bent of wat je kunt. Nou, je zult verbaasd staan. De meeste mensen zijn echt verbaasd dat ze het überhaupt kunnen. Ik zeg altijd, iedereen wordt eigenlijk met alle mogelijkheden geboren. Het is wat jij ermee doet en hoe je opgevoed wordt vaak, want daar ligt het vaak ook wel aan. Hoe open sta je ervoor? Wat wil je ermee? Nou, goed. Als je al die facetten in huis hebt en je wil er wat mee doen, neem contact met ons op. Dat is echt ontzettend leuk om te doen. Zelfs ik, als al in de praktijk doende medium paragnost, sta zelf nog verbaasd van mezelf wat ik eigenlijk nog niet wist of dat ik dacht dat ik het niet kon. En daar sta ik zelf ook verbaasd van hoe dat werkt. Dus ik raad het echt aan. Nou, kijk vooral op mijn website wat ik allemaal te bieden heb aan jullie. Ik heb de Reiki Oefenavond nog niet vermeld, die ga ik er wel opzetten. Dus heb je belang bij een Reiki Oefenavond of een healing, of je wil eerst ervaren wat het met je doet, nou, neem dan contact met me op. Dat kan allemaal via de website of hier via Facebook. Kan ook natuurlijk. Geen probleem, meld het, geef aan wat je wenst. En ik ga met jou in overleg hierover hoe we dit kunnen oplossen. Nou, dat was het even in het kort van wat ik doe. Meld je aan voor het snekenweekje vanaf 26 oktober op maandag tot en met woensdag. Kun je niet op deze dagen, geen probleem. Dan geef je dat gewoon ook door aan mij. En dan maken we gewoon een ander tijdstip voor hetzelfde bedrag. Het kan wel zo zijn dat in het snekenweekje dat er besloten wordt vanuit het universum dat je een gratis reading krijgt, wat op zich een prachtig gegeven is, maar dat wordt aan mij doorgegeven op dat moment. Dus als je dan niet hoeft te betalen, dan is dat mooi meegenomen. Dan is dat een cadeautje. Oké, ik hoor je of ik zie je graag in mijn praktijk. Meld het me, geef het aan me door. Doeg!